Bischop Hans van den Hende van het Bistom Breda verklaarde dinsdag voor de rechtbank niets te weten over de misbruikzaak die is aangespannen door een 34-jarige man uit Zeeland. De man zegt te zijn misbruikt door een inmiddels 88-jarige pater. Het slachtoffer verklaarde eerder voor de rechtbank eind jaren 80 en begin jaren 90 te zijn gedrogeerd en twee keer te zijn verkracht door de pater. Via de getuigenissen wil het slachtoffer erachter komen of het bisdom Breda als werkgever van de pater aansprakelijk kan worden gesteld. Ook wil hij weten of het bisdom nalatig is geweest met het treffen van maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen. Maar van den Hende, die sinds 2007 bisschop is in Breda, verklaarde voor de rechtbank in Middelburg dat in het dossier van de verdachte alleen zijn aanstellings- en ontslagbrief te vinden waren. In het dossier zou volgens de bisschop niet hebben gestaan waarom de pater werd ontslagen.